Sammy Wajsa, lastige wedstrijd vandaag. Ja, lastig. Ik vond dat we veel kansen hadden. Die hadden we gewoon moeten afmaken. Maar ja, we waren ook heel veel te vaak slordig aan de bal. Ja. Het vizier stond vandaag niet op scherp, mag je wel zeggen. Nee, klopt. Er waren een aantal kansen, penalty. Ik en Maxi, ik één keer. Ja, die moesten gewoon in. Maar ja, het was zo'n dag dat niks erin vloog. Maar je hebt zelf ook twee kansen gehad. Ja, hoe kwam het? Waren ze stug? Ik had het idee dat jullie elkaar ook een beetje zoekende waren. Dat was net alsof jullie niet op de goede plek stonden. Ja, ik vond ons eigenlijk wel goed spelen. Alleen ja, wat ik zeg, we waren soms gewoon te slordig aan de bal. En ja, dat was gewoon balen. Maar als je de hele wedstrijd bekijkt, ja, Finch, moeten we die wedstrijd gewoon winnen door de aantal kansen die we hebben. En ja, op het laatste probeer je nog iets te forceren. Maar ja, dan worden er nog een paar keer gevaarlijk in de counter. Niet dat ze grote kansen eruit krijgen, maar ja, kunnen ze wel op de counter loeren. Ja. En dan word je gewisseld, terecht, vind je zelf? Ja, ik kon niet meer lopen. Ik bedoel, die blessure van de Bos die zit nog steeds in mijn kuit. Het doet nog steeds pijn, ja. Maar nu zijn we een paar dagen vrij en dat gaat me wel goed doen, zodat ik die pijn ga herstellen. Ja, dus het was echt op, zal ik maar zeggen. Ja, niet qua conditioneel, maar qua de pijn. Ik kon niet meer rennen, echt niet. Ik probeerde nog, want ik wou het team echt helpen. Ook tegen Eindhoven maandag, maar tegen Eindhoven had ik geen bal geraakt, volgens mij. Maar we wonnen wel 3-0 en vandaag spelen we 0-0. En ja, mijn inbreng was ook niet zo heel veel, want ja, ik kon gewoon niet verder. Ja, het verschil was groot, hè, met de afgelopen maandag. Dat, ja, qua goals wel, ja, maar qua energie vond ik wel dat we nog steeds heel veel energie op de mat legden. Ja. Dan zit je aan de kant. En hoe zie je dan die wedstrijd? Want dan zie je hem natuurlijk anders. Heb je dan zoiets van, hij moet er gewoon een keer in gaan? Ja, als je ziet, we proberen nog met de voorzetten een beetje naar geluk te zoeken. En ja, soms komt die bal net wel, net niet. Ja, dan zit je toch wel heel de tijd op je hielen, zeg maar, op de bank. Maar ja, ze balen dat hij dan niet erin vliegt. Ja, die penalty natuurlijk ook. Hè. Dus ik bedoel, kansen genoeg. Maar ja, wat je al zei, slordig aan de bal. En ja, misschien het geluk even niet mee. Maar dan moet je toch door, hè? Ja, klopt. Ja, hetzelfde wat u al zegt. Het is jammer van de penalty ook, maar ja, je neemt het hem ook gewoon niet kwalijk. Ik bedoel, hij doet het niet expres. Ja, hij schoot hem eigenlijk wel goed binnen. Alleen ja, dat hij dan aan de verkeerde kant van de lijn valt. Ja. En ja, snel vergeten en op naar de volgende wedstrijd, denk ik dan? Ja, daar heeft u helemaal gelijk in.